Hallo allemaal, ik kom bij jullie terug met een leuk filmpje. Tenminste, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zit een beetje in de pre-vakantiestress. Jullie kennen het allemaal wel. Dit mag ik niet vergeten, dat mag ik niet vergeten. Dit moet mee op vakantie, dat moet mee op vakantie. Je kent het allemaal wel. Nou, in die stress zit ik nu. Maar dat geeft helemaal niks. We doen nog even een filmpje. Ik wilde nog even, ik heb wat pakketjes ontvangen, wat leuke dingen voor mijn blog. Daarnaast heb ik een box van Sanoma. Ik bestel dat van die zomerboxen, goodieboxen. Die heb ik ook ontvangen, dus die wil ik jullie ook graag laten zien. Dus ik doe gewoon een totale haul. En mijn man staat me nu na te doen, die staat zo te doen. Goed. Dus dus ik wil jullie gewoon even gaan laten zien wat het allemaal is. Ik had gedacht dat ik dat niet elke keer ga doen, tenzij jullie het leuk vinden hoor. Laat het dan vooral achter bij de comments. Als jullie het leuk vinden dat ik alle pakketjes ga unboxen, laat het dan vooral achter. Maar anders ja, ik weet niet. Ik wil het eigenlijk niet iedere keer doen dat ik echt alles ga unboxen. Maar nu heb ik wel een aantal leuke dingetjes, dus die wilde ik jullie even laten zien. Om te beginnen mocht ik een zonnebril uitkiezen bij sunglassesshop.com. En dat is een hele leuke webshop waar ze echt heel veel keuze hebben in zonnebrillen en zo. En ik krijg bezoek. En ik heb daar een Polaroid zonnebril uitgekozen. En daar heb ik heel goed hulp bij gehad. Ik heb namelijk een ontzettend smal hoofd. En ik mocht deze voor mijn blog uitkiezen om te reviewen. En ik zat tussen die zonnebrillen te kijken en ik denk, ja, ik weet het gewoon echt niet. Want ik heb gewoon een heel smal hoofd. Dus er staat zo'n chat dingetje, kan je chatten. Ik heb dat aangeklikt en ik heb gevraagd of ze me even zouden willen helpen. En ik kreeg gelijk hulp met het uitzoeken van een zonnebril. En eentje die smal is. En daar hebben ze er alle verstand van. En echt een perfecte service. En hij was er ook nog heel snel. Dus ik heb deze zonnebril uitgekozen. Ik ben er echt heel blij mee. Het is een beetje zo'n cat eye idee. Hij past me goed. Ik vind hem leuk. Dus ik ga in de vakantie ga ik er foto's van maken. En voor een review. En dan kan ik hem tegelijk ook gebruiken en testen. En dan kan ik er na de vakantie een uitgebreide review van schrijven. Hij komt in een hele stevige hoes. En daarnaast heel veel informatie. Want Polaroid zonnebrillen zijn altijd wel wat extra. Ze hebben onder andere speciaal glas en zo. Ik moet me er nog even in verdiepen. Dat ga ik zeer zeker doen. Maar hier ben ik heel erg blij mee. En hier ga ik een review over schrijven. Dus dat zullen jullie binnenkort terugvinden op mijn blog. Wat heb ik nog meer? Ik mocht voor 50 euro dingetjes uitzoeken bij Miss Ethan. Daar komt dan ook nog een hele leuke blogpost over. Tenminste, ik heb heel veel positieve reacties gekregen op mijn eerste Outfit of the Day post. Ik was er een beetje zenuwachtig over. Ik heb nou eenmaal niet een slank figuurtje. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, ik moet het zelf ook doen met wat ik wel heb. En het leuke is voor mijn huwelijk, zeg maar, toen ik ging trouwen, toen had ik gewoon maatje 38. En ja, dat heb ik nu niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb onder andere gekozen voor dit hele leuke t-shirt. Life is beautiful, met een mooie roos erop en mooie kleuren. Die vind ik echt heel erg leuk. En ik krijg bezoek. En ik heb een hele leuke rok uitgekozen. Dat is deze. Ik ben echt gek op maxi rokken. En ik vind deze echt helemaal te gek. Het is een beetje dat tie-dye idee. Meerdere kleurtjes. Zwart en wit. En, een mintgroen, koraalkleur. Dus allerlei kleurtjes. En er zitten ook nog twee schattige kraaltjes hier. En ik heb daar twee t-shirts bij uitgekozen die er ook heel goed op passen. Namelijk die ene die ik jullie net liet zien en deze. En mijn man zei gelijk, er staat een boodschap voor je op. Nou, wat erop staat, ik ga het even zo lezen, want anders is let forget, forgive and go on. Dan staat er California moments, remembering our history and kisses, flying your dreams. 01 met kusjes. Nou, dat flying, dat ga ik voorlopig even niet meer doen, want... misschien hebben jullie een beetje gelezen en begrepen dat ik ontzettende vliegangst heb. En nu is er weer van alles gebeurd en dan ga ik voorlopig even een jaartje niet meer vliegen. Dus dit jaar gaan we niet naar New York, maar wellicht volgend jaar of zo. We zullen het zien. Maar in ieder geval dit t-shirt,
Het is een heel leuk t-shirt met een stoere tekst erop en een zwart-wit fotoprint. En ja, gewoon cool. Ik ben er blij mee. Ik ga het even hier naast me neerleggen, want anders ligt het ene op het andere. En dan heb ik een jurkje uitgezocht. Dit is een heel leuk mintgroen met zwart en blauw en paars. Korter jurkje. Ook echt ontzettend leuk. En ja, daar ga ik een leuke outfitpost van maken. Die zullen jullie binnenkort op mijn blog zien. En dit mocht ik uitzoeken van Miss Ethan. En nou, dit gaan jullie binnenkort terugzien. Dan heb ik van bekend van pc.nl mocht ik ook wat uitkiezen. En ik heb een aantal dingen opgegeven die ik leuk vond. Ik heb gezegd, kiezen jullie maar wat leuks uit. Wat ik opgestuurd heb gekregen is de instyler en ik heb hem al even eruit gehaald. Ik ga er ook nog wel foto's van maken en een blogpost. Maar ik wilde hem al heel graag even proberen. Ook omdat voordat ik de foto's ga maken en dergelijke wil ik gewoon goed weten hoe die werkt. En het is echt een wereldapparaat. Zelfs ik kan hiermee werken. En ik heb denk ik 3 steltangen en ik kan er gewoon niks mee. Want ik ben gewoon onhandig op dat gebied. Met dit ding kan ik gewoon overweg. Dus bij bekend van pc.nl, hij heet de Instyler. Hij heeft een of andere Beauty Award gekregen van 2011-2012. Het is een ronddraaiende cilinder met een borstel en je kan er echt alle kanten mee op. Je kan ermee stylen, dus je kan er gewoon je haarstijl mee trekken. Je kan er ook mee krullen. Je kan er volume mee maken, je kan je haar mooi stylen. Dus je kan er echt alle kanten mee op. En ja, voor wat ik hem nu heb geprobeerd vind ik het echt een wereldapparaat. Dus hier gaan jullie ook binnenkort meer van horen. Dus dit is de Instyler. Kijk, ook voor kort haar. Tadaa, de Instyler. Even kijken hoor. Volgens mij ben ik nu aan het hele Sonoma pakket aangekomen. Nee, nog niet. Trouwens, nog niet. Ik heb trouwens meer dingetjes ontvangen. Maar ik laat niet alles zien in deze blogpost. Ook omdat ik al een aantal artikelen heb gemaakt en bezig ben met een aantal artikelen. Dus daar heb ik de foto's van gemaakt. Ik heb een aantal hele leuke dingen ontvangen van Soulmate. En het is een merk wat ik nog niet zo goed ken, maar waar ik wel heel erg goed in de indruk ben. En ik probeer het even te pakken, want ik heb het natuurlijk zo handig in 1 doos gegooid. Ik heb hier de Summer Soul Collection, de Shower Smoothie, in Citrus Fruit Shake Blend. En het is voor een Combi Dry Nature Skin Types Normal. Nou ja, het is in ieder geval een shower smoothie. En ik vind de verpakking echt 10 met een griffel. Ik vind het zo leuk verpakt allemaal. Met stickertjes in zo'n leuk zakje. En daarin zit dan het flesje of het potje of het dingetje. Nou, hier zit dus een shower smoothie in. Van Soulmate. En Soulmate, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Soul en dan Made. Nou, ik vind het heel erg leuk. Dan heb ik hier ook nog gekregen een Tropical Sun Collection. Dit is een Smooth Body Cream. Crème, moet ik zeggen. Dus dit is een body crème. En die zit ook in zo'n leuk zakje. En dan heb ik gekregen van de Woman Balance Collection de Day and Night Cream. Dus een dag en een nacht crème. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga het allemaal uittesten en fotograferen voor de site. En ook daar gaan jullie een review van terugzien. Dan heb ik nog wat dingen gekregen. Ik moet het even zoeken, want ik heb het allemaal in 1 grote doos gegooid. Soms is dat handig, want dan is het even opgeruimd. Maar soms ook niet. Dit is zo'n typisch geval van niet handig. Nou, ik heb een aantal dingen gekregen van Rhine Pharma. Ik hoop dat ik het goed Rain Pharma denk ik dat het is, hè? Rain van regen. Ik heb daar onder andere van gekregen de Sugar Scrub in Sweet Morning Mint. En oh, wat is die geur lekker. Iedere keer als ik hem open doe, dan ben ik in de sauna. Zo lekker. Ik hou heel erg van lekker uitgebreid naar de sauna gaan met vriendinnen of met mijn moeder. Lekker uitgebreid. Mijn man houdt er niet van, dus dat kan ik vergeten. Maar dit soort dingen zijn dan heerlijk. En de geuren zijn daar ook altijd zo. Dus het is een beetje een kruidige mintgeur. Het is Sweet Morning Mint. Maar het is een beetje kruidig. Kruidig mint. Nou, gewoon heel erg lekker.
Dus die heb ik gekregen. Dan heb ik ook van Rheinpharma, voor Rheinpharma, een giftcard gekregen. En dat is een giftcard voor een voetenbehandeling. Alleen het is in Antwerpen, dus ik moet even kijken. Mijn vader woont vlakbij Antwerpen, dus wellicht dat ik het kan gaan doen en dat ik daar een leuk artikel over kan maken. Maar het zit echt heel erg leuk verpakt. Ik probeer het doosje hier dicht te maken. Het zit echt heel erg leuk verpakt in een mooi, chic kartonnen doosje met het logo van Rheinpharma erop. Echt ontzettend leuk. Dan heb ik van Rheinpharma ook nog gekregen een Revitalizing Elixir. With stevia based sweetener. En dit is, even kijken hoor. Dit is iets wat je moet drinken volgens mij. En je moet het koel bewaren. Dus ik moet het even in de koelkast gaan zetten. Maar die heb ik ook gekregen voor Rheinpharma. En dan heb ik nog iets gekregen. Ja, hier is het. Ik heb Daily Boost Complete Multivitamins gekregen with minerals, daytime formula. Dus multivitamine. En dan echt in een heel luxe doosje. En ook deze ga ik zeker voor jullie uittesten. En daar zal ik een review van maken op mijn site. Nu zijn we dan daadwerkelijk aangekomen van de grote doos van Sanoma. Deze heb ik besteld volgens mij via de Libelle. En dat was een zomerdoos en er zat van alles in. Er was alleen wat misgegaan. Er zou iets in zitten wat er uiteindelijk niet in zat. En daar zijn andere dingen voor toegestuurd. Dus daar begin ik dan gelijk even mee. Het is echt heel netjes geregeld. Want er zou iets in zitten dat ter waarde van €17,95. En uiteindelijk hebben ze iets toegestuurd wat €20 was. En vervolgens ook nog eens iets wat €8 was. Die kreeg je er extra bij omdat er iets mis was gegaan. Nou, ik heb er niks van gemerkt, want ik kreeg alles gewoon op één dag toegestuurd. Wat ik heb gekregen is een Soleil Protection High Tolerance Body Sun Lotion voor Sensitive Skin. Dus gewoon een zonnecreme 50+. Nou, dat is heel handig, want het is ook hypoallergeen. Ik heb dat echt wel nodig. Nou, we gaan op vakantie binnenkort en dan kan ik dit lekker gaan gebruiken. En daarbij zit ook de Soleil Protection lippenbalsem in. Zeg ik dat goed? Sun Lipstick, ja, Velvet Moisture. Met vitamine E en water resistant en factor 30. Ideaal. Had ik nog niet, had ik eigenlijk moeten kopen. Nou ja, dat hoeft dus nu niet meer, want het zit hierin. Dus die, dan zit er blond spray in en dit is blond oilier. Dit is als je haar wat terugloopt, zeg maar, dan spray je dit erin en dan blijft je haar mooi blond. Nou, ik verf het en bij mij is mijn haar gewoon kunstmatig blond. Maar misschien kan ik het bij mijn dochter erin sprayen, want die loopt wel altijd terug. Dan zit er van Treats een body salt scrub in, Pure Spa en Orchid. Een scrub van Treats. Nou, ik ben gek op Treats, dus ook die komt zeker van pas. Dan zit er in van Neutral een shower gel. Van Sanex, ik ga er even wat sneller doorheen. Ik hoef niet bij alles een ultra lange. Er zit van Sanex een Dermo Pro Hydrate deodorant in. Met 0% alcohol. Hou ik van. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Er zit een eye spray bij Sundays, een gratis eye spray sessie in. Ga ik zeker proberen. En we hebben hier een Sundays in Nieuwegein. Dus dat komt helemaal goed van pas. Wat ik ook heel handig vind, in deze doos zit alles wat je nodig hebt voor de vakantie. Namelijk muggenmelk. Jullie hoeven niet zo te schreeuwen jongens, dat is nergens voor nodig. Muggenmelk en na de beet lotion. Nou, ik ben zo allergisch als een ik weet niet wat voor muggen. Dus dit komt ook heel erg goed van pas. Dan zit er in Once a Day Sun Protection, Water Resistant, Quick Drying. Nou, ook dit zou Sun Protection zijn. Maar ik zie niet waarvoor het is. Rechtstreeks op het gezicht sprayen. Het is voor het gezicht. Ook heel fijn. Zie je, dit is echt een perfecte doos, jongens. Echt serieus. Dan zit er ook nog van Noad een Aloe Vera After Sun Lotion in. Ook heel fijn. Er zit in. Dit vond ik trouwens ook heel prettig.
Want er zit in een mousse van Wella, Flex en een Brilliant Color haarspray. Ja, nu weten jullie dat ik natuurlijk heel erg gek ben op Elnett. Maar ik wil af en toe best wel eens wat anders proberen. En ja, de mousse komt bij mij altijd wel van pas. Dus ook dat vind ik heel erg fijn. Dan zit erin een Thermoprotector hittebeschermende glansspray. Ik denk dat je die van warmte en vergroot. Ik denk dat je die gewoon voor het feunen zeg maar in je haar kan sprayen. En het is voor fijn haar. Nou, laat ik dat hebben. Dat komt dus ook helemaal goed uit. Dan zit er ook van Pantene Prove zit er een verzorging en bescherming, een conditioner en een shampoo in. Dus die zitten er ook in. Nou, komt natuurlijk ook van pas. Ik bedoel, ik vind dit soort boxen echt geweldig. Ze zitten helemaal vol met allemaal geweldige producten. En je betaalt, ik heb hier geloof ik €24,95 voor betaald, inclusief verzending. Maar dat is niet duur voor alles wat je ervoor krijgt. Dan zitten er reinigingsdoekjes in van D-Makeup met 0% parabenen. Voor de droge of gevoelige huid. Die gaan ook van pas komen. Er zit een rijstandenborstel in. Komt ook van pas. Ik kan niets anders zeggen dan dat. Dan zit er een lipgloss care van DA in voor glanzende en verzorgende lippen. Dus dat is ook wel weer leuk om uit te testen en te kijken wat het is. Het is een nieuw product voor mij. Het ziet er apart uit. Vind ik altijd leuk om uit te testen, zoals jullie weten, want daar ben ik natuurlijk beautyblogger voor. Dan hebben we hier een Lovely Lily kant-en-klaar masker van Dr. van der Hoog. Ook die vind ik altijd heel erg fijn. Tenminste, ik vind ze niet allemaal even fijn. Dat wil zeggen, maar deze heb ik nog niet geprobeerd, dus die ga ik zeker proberen. En ook die zal ik reviewen voor jullie. Die komt meestal terug in een opgemaakt. Ik heb hier nog een heleboel informatiefoldertjes van Rhein Pharma onder andere. Dat zal ik jullie besparen. Even kijken. Er zit ook nog een heel lief kaartje bij trouwens. Wat het is, een Fabulous Food Treatment van Rhein Pharma. En veel plezier. Dat gaat over de giftcard. Nou, hartstikke leuk. Ook heel erg chic trouwens. Maar goed, om nog even verder te gaan op de doos die bijna... ik heb hier nog iets. Volgens mij is dat ook van Rhein Pharma. En een of andere gel dingetje. Daar moet ik nog even achterkomen wat dat is precies. Maar dit heb ik ook nog gekregen. Even kijken. Dan de doos van Sonoma is bijna leeg nu. Er zit nog een Van Lux, een Ultra Lash Mascara in. Nou, jullie weten, ik heb al heel veel dingen van Lux inmiddels getest. Ik heb nog nooit iets gekocht. Ik heb het altijd in de Vipbox, in de Glossybox, in de Prettybox, in de Beautybox, in andere Sonoma boxen gekregen. En in dit geval een Lux Mascara in de Sonoma box van de Libelle, geloof ik. Nou, het zijn alle hartstikke dure producten, dus dit vind ik altijd heel... En het is gewoon een heel leuk merk om uit te proberen, dus een Lux mascara. Dan heb ik hier ook nog een lippenbalsem, lippenbalsem van Purol. Nou, ik vind Purol altijd heel erg lekker ruiken. Zou deze ook... Ja, deze ruikt ook echt naar Purol. En als laatste heb ik hier een Golden Rose Fantastic Color Nail Lacquer. Nagellakje. En volgens mij heb ik deze al. Dus dan moet ik even achter gaan komen. En anders is die wel weer eens leuk voor een winactie of zo. Nou, dit was mijn filmpje met heel veel. Vooral gekregen dingen, gekochte dingen, bestelde dingen enzovoort. En ik wil alle bedrijven die met mij een samenwerking zijn aangegaan voor mijn blog hartelijk bedanken. Ik ga natuurlijk voor iedereen een mooi artikel maken. En daarnaast hoop ik dat jullie het leuk vonden. Thumbs up als je het een leuke video vond. Laat vooral een berichtje achter bij de comments. Voor de reviews en de outfit post ga even naar mijn blog www.mywickedweirdlife.com. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doei!